maar eens naar jou, Jill. De antisemitische bestorming van het vliegveld in Dagestan, dat wordt ook hier hard veroordeeld. Ja, het was een georganiseerde jacht op Joodse passagiers. Daar lijkt het in ieder geval op als je deze beelden ziet. Ontzettend eng om te zien. Je zult maar in een vliegtuig zitten en op die manier, deze manier opgejaagd dreigen te raken. Tientallen pro-Palestijnse demonstranten tussen haakjes kregen er gisteravond lucht van dat er een vliegtuig uit Tel Aviv zou landen. Woedende menigte bestormde het vliegveld in Dagestan, een deelrepubliek van Rusland. Ze braken met grof geweld door de bewaking in de terminal, renden de landingsbaan op, trokken bij sommige mensen de paspoorten uit hun handen op zoek naar onschuldige Israëlische burgers. Ze stopten ook auto's en zochten door hotels. Uiteindelijk leidde het tot rellen met Joden haat als trigger, zo wordt veelvuldig gezegd op Twitter. De oproerpolitie moest er uiteindelijk aan te pas komen om deze groep te stoppen. Op X zien we afkeurende reacties. Gert-Jan Segers, oud-leider van de ChristenUnie, geeft als reactie dat protesten ontsporen en dat we hier geen incidenten zien, maar een wereldwijde eruptie van racisme. Pieter Omtzigt, de lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract, roept naar deze beelden op om bescherming te bieden aan de Joodse bevolking in alle delen van Europa. De directeur van het CIDI, Naomi Mestrum, die is geschokt door deze beelden. De beelden van gisteren zijn me onwijs doorgeschrokken. Ik vind het echt weerzinwekkend dat mensen op zoek gaan naar Israëli's en ook zeggen naar Joden. Met als excuus dat ze boos zijn over wat er tussen Israël en Hamas gaande is. Ik begrijp dat dat emoties oproept. Ik begrijp ook dat je daar boos om bent. Maar op deze manier achter onschuldige burgers aangaan, puur om wie zij zijn, lijkt meer op een pogrom en heeft zo'n sterk antisemitisch karakter dat het ook echt wel bang maakt over wat ons nog te wachten staat. Deze mensen waren puur op zoek naar Joden en niet met de beste intenties. Het geeft echt aan wat propaganda ook doet met mensen, want dat is niet best in Rusland. Het is weerzinwekkend. En er zijn 20 mensen gewond geraakt, burgers en politieagenten, 2 zwaar gewond. Peter, hoe kan dit gebeuren? Ja, dat moet je vooral, denk ik, de autoriteiten in Dagestan afvragen. Ik denk dat het georganiseerd is. Er heerst in Rusland een anti-Israëlische stemming. Anti-Joods misschien wel, inderdaad, wat het nog erger maakt. Rusland heeft banden met het verzet, het Palestijnse verzet, Hamas. Hamas spreekt ook heel positief over alles wat er uit Rusland komt over dit conflict. Er is duidelijk sprake van een band. En ja, de Russen hebben ook een naam, wat het verleden betreft, op het gebied van pogroms. Wat dat betreft ben ik niet helemaal verrast. Ik denk dat het georganiseerd is. Hoeveel zorgen maakt u zich over wereldwijd jodenhaat dat weer helemaal opleeft? Ja, jodenhaat is van alle tijden, maar je ziet het nu echt weer enorm pieken met dit verschrikkelijke incident nu als laatste voorbeeld. Maar je ziet ook in Nederland dat de Joodse gemeenschap zich enorm zorgen maakt over de veiligheid. Joodse Nederlanders die gebedsrollen van de voordeur halen of niet meer met een keppeltje over straat durven. Scholen natuurlijk die in Amsterdam zijn dichtgebleven. Dus we moeten ook in Nederland echt om de Joodse gemeenschap heen gaan staan en voorkomen dat zij als onschuldige inwoners slachtoffer worden van het importeren van dit conflict naar eigen land. Nou wordt er natuurlijk in de Tweede Kamer ook veel gesproken over de oorlog Hamas in Israël en hoe daar dan mee om te gaan. En de DENK die diende laatst een stevige motie in waarin ze het hebben over de Palestijnse staat. Wordt ook ondersteund door D66. Terwijl we ook op Twitter zien wat zij met een Palestijnse staat bedoelen. Namelijk dit. Wat vindt u daarvan? Ja, dit is een heel onsmakelijk plaatje, want de enige manier om vrede en veiligheid te krijgen voor Israëli's en Palestijnen is een twee-staten-oplossing waar twee volkeren ook naast elkaar kunnen leven. Maar toch, D66 steunt natuurlijk wel zo'n motie van over een Palestijnse staat heeft in dit plaats. Er zijn de afgelopen weken heel veel verschillende moties ingediend en wij kijken altijd heel zorgvuldig om alleen maar moties te steunen die de balans van het conflict benadrukken en allebei de kanten benadrukken. En wat politici in Nederland niet moeten doen is nu de polarisatie rondom dit conflict
misbruiken voor politiek. En dit polariseert, zo'n afbeelding? Ja, zeker, zeker. Ja. Dit maar Belt denkt u dan van, oh, dan hadden we niet met die motie mee moeten doen? Of? Nee, ja, we hebben ook tegen heel veel andere moties gestemd. Maar je ziet eigenlijk aan allebei de kanten van het politieke spectrum dat politici proberen nu heel erg in te tappen op een pro-Israëlisch of een pro-Palestijns sentiment. En mijn boodschap is, laten we vooral werken aan een diplomatieke oplossing met twee staten. En in eigen land zorgen dat, ja, iedereen in Nederland ook met elkaar het gesprek blijft voeren. Goed, je heel schaam.